Ik was 24 toen mijn internationale modellencarrière begon. Best oud voor die wereld. Het ging hard, want al snel woonde en werkte ik in grote modesteden zoals Londen, Parijs, Milaan en New York. Hoe ik eruit zie, hoe stom dat misschien ook klinkt, was altijd een look die veel verkocht. Blond haar, groene ogen. Maar ik heb de modellenwereld enorm zien veranderen. Sinds 5 jaar is er meer diversiteit. Je ziet het op de covers van tijdschriften, in commercials. En dat is maar goed ook. En daarom geldt nu, iedereen is model. Ja, top. Een principe dat ze bij deze winkel in Amersfoort helemaal hebben omarmd. Zij gebruiken hun eigen klanten als fotomodel. Jullie doen dus zelf fotoshoots. Ja. Hoe zit dat precies? Iedereen is model. Hebben we 6 jaar geleden nu gestart. En het is eigenlijk begonnen om Amersfoorters een plek te geven, zodat ze hun verhaal kunnen delen als ze een eigen onderneming hebben of gewoon iets over zichzelf willen vertellen. Dus we dachten van, we willen iets doen wat niet iedereen doet. En dat is ook echt wel gelukt. En je ziet echt dat het aanslaat? Ja, zeker in het begin wilden echt wel heel veel Amersfoorters op de foto. Mannen zijn nog steeds wel schaars, dus ik ben blij dat hij er is. Maar, merk je het dan in de verkoop? Als jij dit post, komen er dan veel mensen naar de winkel? Ik wil dit jasje, ik wil dat t-shirt hebben. Ja, mensen zeggen wel echt van, oh, leuke foto. Heb ik gezien op Instagram, heb je hem nog in maat L? Dus dat werkt wel heel goed. Iedereen een ster. In 2017 sprak ik in New York met mode-icoon Brunella Casella hierover. Brunella was de ontdekker van de jaren 90 supermodellen als Linda Evangelista, Cindy Crawford en Naomi Campbell. Zij zei toen al het volgende over de modellenwereld. Everyone is becoming like a little star. So because when they go to the casting, you know, the clients almost they're not even looking at the book anymore. They do the little video and then they're going straight to the Instagram to check the lifestyle of the girl. Oké, we gaan dan nu even een mooie plek zoeken om naar buiten te gaan, te shooten. Oh, dus dit is wel een mooi plekje. Dit is wel een goed plekje, hoor. Ja. Ja, dit is wel leuk, want dan zie je ook die rode deur erbij. Het is ook wel echt Amersfoort dan, wat je laat zien in zo'n... Ja, want dat is vaak ook wel, dan is het herkenbaar voor mensen. Dan denken ze, oeh, dit plekje, dit herken ik. Ja, mag je weer 1 hand in je broek? Ja, top. Ontspannen look. Ja, je hebt eerder deze shoots wel met een professionele camera gedaan en nu gewoon met je telefoon. Ja. Waarom? Het wordt wat minder stijfjes, want heel veel mensen denken als een camera op hun gericht staat dat het super spannend wordt. Terwijl dat is het eigenlijk helemaal niet. En een telefoon zijn we gewend. Telefoon zijn we gewend, ja zeker. Dus dat is veel makkelijker om dat te doen. Oké, en dus een beetje zo staan. Ja. En denk je dat dit beter is dan een campagne van een modemerk? Ja, denk het wel. Ik denk omdat het persoonlijk wordt. Dus het is wat toegankelijker. Ook al is dit niet hun smaak, worden ze wel weer blij van, oeh, dit is wel even iets anders dan wat ik meestal in de winkel zie. Iedereen een ster dus. Dat principe hebben ze niet alleen in Amersfoort ontdekt. Modewinkels in heel het land posten inmiddels filmpjes op social media waarin klanten of medewerkers als model poseren. Heb jij nou ook al helemaal zin in die voorjaarskleuren, maar vind je het nog net te fris? Dan is deze outfit wat jij zoekt. Op de vraag, wat spreekt jou meer aan in een kledingcampagne? Een bekend model, acteur of influencer? Of een onbekend persoon? Antwoordt 70% van de ondervraagden dat ze veel meer voelen voor een onbekende Nederlander die wat dichter bij hen staat. Op welke manier word je dan het meest beïnvloed, zeg maar? Door TikTok, als je iemand ziet en oh, het staat leuk, outfit of gewoon make-up of zo, dan ga je het best wel snel kopen eigenlijk. Gewoon via tv of zo. Ja? Ja. Ja, wel via social media, denk ik, via Instagram of TikTok of iets, denk ik. Vrienden, social media. Yeah. Ja, dat denk ik wel. Via commercials net iets geprobeerd altijd in mijn hoofd. En vrienden is oprecht. Dus dan weet je in ieder geval dat je goed zit. Ja. Als je een reclame ziet, dan weet je nooit of dat het ook iets voor jou is. Maar je vrienden weten wel, natuurlijk wel sneller of dat iets leuk is voor jou of dat je het sowieso niks gaat vinden. Dus ja, daar luister ik wel dan liever naar. En social media is, dat is een mix van beide. Dus zeg maar het oprechte en het commerciële erbij, ja.